Komt het ook niet een beetje door de spelers waar die mee te maken heeft? Ja, helemaal mee eens. Maar ja, het is makkelijker om één trainer te ontslaan dan 25 spelers. Zo, vandaag Mark van Bommel ontslagen. Vertel, wat vindt u daarvan? Ja, voor alle partijen een trieste zaak natuurlijk dat dit moet gebeuren. Maar ja, de club gaat voor iedereen. En bestuur door de slechte prestaties van de laatste maanden is dit denk ik een juiste beslissing. Een kampioenschap verloren, vroeg uit de beker. Ja, nu uit de Europa Cup heel vroeg. Ja, dat zijn natuurlijk niet de status waar PSV op hanteert. En dan moet het bestuur ervoor om daar orde te scheppen in de chaos. Want dat is het wel een beetje. Mark van Bommel is natuurlijk een clubicoon. Hoe is de sfeer nu binnen de club, denkt u? Ja, ik denk niet prettig. Het is nooit leuk om een icoon te ontslaan, maar het is sowieso niet leuk om een trainer te ontslaan. En de reden daarvan is, ja, is door slechte prestaties. En ja, aangezien de club voor alles gaat, ongeacht als er nou een icoon is of geen icoon is, clubbelang is het allerbelangrijkste. En daar heeft PSV heel duidelijk naar gekeken. En komt het ook niet een beetje door de spelers waar die mee te maken heeft? Ja, helemaal mee eens. Maar ja, het is makkelijker om één trainer te ontslaan dan 25 spelers. En nu, een vervanger. Welke naam schiet er meteen bij u te binnen? Nou, ik heb vanmorgen al geopperd. Louis van Gaal zou in mijn optiek een geweldige trainer zijn voor PSV. Ja? Ja. Ja, want ik heb hier zo 4 van die blaadjes. Hè? Kijk. Ja. Welke spreekt u dan het meeste aan? Nee, Koeman. Precies, Van Gaal, die noemde u al. Van Gaal, die spreekt ons meer aan. Oh, nee. Nee, die niet. Nee, toch niet? Nee. Guus doet het niet meer, nee. Nee, Louis, Van Gaal? Louis zou in mijn optiek gewoon op dit moment de beste keus zijn voor dit PSV. Van Bommel is ontslagen. Ja. En nou ben ik benieuwd, hè? Wie ziet u als vervanger? Kijk, we hebben deze in de aanbieding, Van Gaal. Ja. Hebben we de Mos? De Mos? Nou, echt niet. Nee? Nee. Waarom? Ja, Goud. Die woont bij mij in het dorp, die wil ik niet. Oh! Aad. Ja, bied even excuus aan. Nou, gedeeltelijk. Nee, maar die zegt toch geen goede dag, dus... Hans Guus. Ja, daar heb ik vanmorgen nog aan gedacht. Ja? Ja. Dus dat is voor u wel een kanshebber? Dat is wel een kanshebber. Guusje, dat heb ik wel... Ja. Die voel ik wel. Ja? Ja, ja. Oh, u gaat helemaal glimlachen. Oh ja. Ja. Beetje, een beetje wel. Ja, die voel ik wel zit. Ja, die heeft ook genoeg naam, maar ik weet niet of het nog wil. Hè? Nee, ze zijn allemaal wel een beetje oud, hè? Waar is dat talent van de jeugd? Ja, dat ontbreekt een beetje, hè? Het is helaas jammer dat je naar zulke oude mensen moet, omdat er blijkbaar in de jongere garde geen voldoende talent is. Ja. Maar nee. Ja. Van Gaal. Ja, zou ik kunnen. Ja, ervaring genoeg, die man, hè? Ja. Dus dat zou er ook wel eentje? Zou kunnen. Erwin? Ja. Nee. Nee? Nee. Okay. Die heeft het niet. Nee. Als het nou Ronald was, dan zou ik zeggen ja. Erwin heb ik mee gevoetbald, ja. Nou, mijn zoon heeft er mee gevoetbald. Ja? Ik weet het niet. Nee, twijfelgevalletje nog. Of die goed genoeg is. Dus wat is voor u de nummer 1 van deze 4? Dat was Guus, toch. Ja. Okay. Toch Guus.